jurk aan, het heeft ze echt het gevoel dat, ze, dat er niets kan gebeuren. Wat vindt u er zelf van? Ach, ik vind het wel mooi. Ik vind, de mooiste vind ik deze. Deze, die vind ik het mooiste. Die is het mooiste geborduurd en die is eigenlijk het eenvoudigst. Die heeft een voorkant die erg eenvoudig is en die ik bijzonder geslaagd vind. Mathilde is dat toch wel meer de verhouding vader-dochter. Hoeveel scheelt ze? Ze scheelt 40 jaar. Dat is een groot verschil. Hè? Ja. Hoe is dat eigenlijk? Ja, hoe is dat? Dat is toch maar dat is toch, het gaat toch heel goed. We kennen elkaar nu al van 1961. Maar nou, dan ben ik wel een eigen goedige papa, neem ik op sommige dingen aan. Die een ruimschoot van mooie kleren voorziet, van antiek. En dat zijn twee dingen waar ze echt stapelgek van is. Dus ik ben, zulke dingen zijn dus wel mogelijk. Je bent een beetje verslaafd aan Mathilde. Ja, zo zou je het kunnen doen. Maar van mijn kant geloof ik dat ik het juist wel goed doe. Ik voeg in een schilderij elementen die hoegenaamd geen verband met elkaar hebben. En dan komt er een wereld die men dan al reeds de Willink-wereld noemt. En die een eigen karakter heeft. En waardoor ik toch een steentje meen heb te moeten bijdragen tot de schilderkunst. Tot wanneer, Willink? Ja, tot wanneer. De technisch ben ik nog wel vaardig genoeg. Maar de inspiratie om een belangrijk werk te scheppen, niet een zo klein schilderijtje stil, maar een belangrijk werk te scheppen, de inspiratie daartoe, daar is genade voor nodig.